Hallo, Roxan. Bart. Jij komt hier stage lopen. Ik kom bij een stage lopen. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er veel zin in. Ja? Ik ben heel benieuwd naar jouw bedrijf. Nou, dan gaan we een kijkje nemen, toch? Heel goed. Leuk, ja. Kom maar mee. Hier zitten de jongste. Yes. En de jongste is? Nou, deze is een dag oud. Oké. Okay. Dus dit is een hele mooie, stoere stier. Doe maar tot 4 liter of zo. Lukt dat? En dan zie ik de 4 niet, maar die zie jij wel. Ja. En boven. En als je nou kijkt naar de toekomst van dit bedrijf, hè, en de kalfjes hierin. En je kijkt naar wat er zoal zou kunnen gebeuren met misschien extensiveren of misschien meer mogelijkheden voor grond of dat je meer met grond moet doen. Hoe zie je dan kalveren in jouw bedrijf? Nou, het lijkt mij heel mooi om die kalfjes wat langer zelf aan te houden. Ja. En dan, wat zou je daarvoor nodig hebben om dat te kunnen doen? Zekerheid, denk ik. Okay. Zekerheid over wat? Ja, over de toekomst. Of je überhaupt hier nog verder kan in deze, op de manier zoals we het nu doen, zeg maar. Zoals ik boer zou willen zijn. En dan lijkt het me heel mooi om te investeren in bijvoorbeeld een stal waar je zelf kalfjes kan gaan grootbrengen. Wil jij hier zo'n dikke plak naar beneden gooien? Of ja. 2 mag ook wel. Oké. Okay. Dolle boel, één ding is ingewikkeld, ergens anders naartoe gaan als je gehecht bent aan de grond. Ja, hoe is dat voor jonge boeren? Ik denk dat dat een heel groot ding is. Ja. Ja, als ik naar mezelf kijk, ik vertel dat mijn vriend ook boer was en dat wij hier 2 opvolgers hebben. Dus het is nog helemaal niet zeker dat ik hier boeren of de boel kan overnemen. Ik zou dat wel een heel groot ding vinden om hier weg te gaan. Waar je bent opgegroeid, waar je ouders boer zijn geweest, waar mijn opa boer is geweest en zijn vader weer. Dat is, er zit heel veel emotie achter, zeg maar, wat op deze grond allemaal gebeurt en dit erf. Dat is heel, dat moet de provincie en de overheid ook goed snappen. Dat je niet zomaar de boel oppakt en ergens anders naar verplaatst. Maar het is zoveel meer als alleen je werk. Ja. Ik maak me wel zorgen over jonge boeren, of die wel door willen blijven gaan, omdat er best wel veel onzekerheid is. En dat trekken veel boeren zich toch wel aan, dat merk je ook onder de jonge boeren. Ik wil graag verder waar mijn ouders mee begonnen zijn, zeg maar. Het verzorgen van het vee en de gezondheid, de vruchtbaarheid, dat vind ik het allermooiste. Gewoon tussen de koeien en dan ben ik helemaal in mijn hum, zeg maar. Wat ik vooral leuk vind is, we hebben het vaak over de landbouwsector. Ook wel vaak met de landbouwsector, hè. En ik vind het wel belangrijk om een beetje te weten hoe die in elkaar zit. Natuurlijk is ieder bedrijf verschillend, hè? Maar ik vind het leuk om hier bij jou nu jullie bedrijf gezien te hebben. En ook met hoeveel liefde en deskundigheid eraan wordt gewerkt. En ook goed om te weten en ook van welke zorgen zijn er. En ook welke zorgen zijn er bij ons of wat weten wij niet. En om daar ook gewoon het open gesprek over te hebben. Dat vind ik heel leuk dat u de moeite neemt om eens te kijken hoe het echt is en waar we mee zitten. En welke plannen we hebben. Dus alleen maar leuk. Dit is stagiairwerk, hè?